Een vriend van mij die begon is met een oude Volvo die hij voor de kras kon kopen. En die zei van, is dat niet wat van samen? Kunnen we dat mooi samen opknappen of een beetje, in ieder geval een beetje lol mee beleven? Dus, is goed jong. Dat was een 440 had hij het van, blijkt een 440. Ik had er geen verstand van. Maar daar begon het dus mee. Heel veel lol mee gehad. En toen zei hij van, ja, het is ook jammer om hem af te breken. Ze hebben naar de garage gekeken wat hij kan. En bleek dat er nog met een kleine moeite gewoon prima APK op kon. Dus waar we mee door de wei zijn geweest met de skis erachter in de sneeuw, heb ik ook na 2 jaar lekker mee rondgereden. Dus en daar begon het mee. En toen kwam ik een echte Volvo tegen, een 47. En 1, 2, 3, dan een keertje in verkoop. En deze is toch wel gebleven. Toen kwam een jongen naar me toe en die ken ik wel. En die zei van, je hebt ook een Volvo. Ja, ik heb ook een Volvo. Ah, leuk. En hij zei, ja, het loopt wel een beetje slecht, zegt hij, dat is deze toen. En de motor kwam weer even op. Nou, al met al een beetje zitten prut aan die motor. En toen liep hij al beter. En al met al is die auto gewoon, al pratende, is hij gewoon overgegaan op een andere eigenaar. Hij wou er niet vanaf. Hij wou me ook niet houden. En ik zat niet op een andere te wachten. En wou me ook niet gigantisch graag hebben. Ik bedoel van, ging gewoon zo. En nu heb ik hem straks over 5 jaar. Toen was hij standaard qua uiterlijk. Europees, vierkante koplampen ongeveer tot hier. Maar met een carburateurmotor, niet meer de originele. En dat is ook de reden geweest van, ja, nou, hij is niet meer origineel, geen matching nummers, dan kan ik het anders meer. En toen heb ik gekozen voor een turbo. Amerikaanse lampen, de bumperstukjes. Iedereen zegt wel van ja, dat moet je niet doen, dus zonde. Ja, nou, dat vinden jullie zonde. Ik vind het niet zonde, ik vind het mooi. Dat is mijn auto. Het is in vlagen gegaan. Ik zeg eerst de techniek. Ik heb een station gekocht, of in ieder geval een turbo. Heb ik de techniek overgelegd, uiteindelijk ook de lampjes een beetje. En de elektra, zoals de elektrische spiegels, de ramen, de centrale vergrendeling. En toen heb ik een tijdje gedacht, ik verkoop hem. Ik had de advertentietekst zo'n beetje klaar. Ineens dacht ik van, ik doe het niet, ik knap hem op. Ik weet niet waarom, maar ik doe het. Hier en daar wat lastwerkzaamheden. Het was in de basis een hele harde auto. En voor de rest... vrij weinig toelaten spuiten en het leuke werk opbouwen. De carburateurversie heb ik eigenlijk niet zo in verdiept. Volgens mij zit die op zo'n 94 pk. En dit is dan een turbo met intercooler aan fabriek. Dan heeft hij zo'n beetje 150, 160 pk. Of onder de 3000 toeren doet die turbo eigenlijk niks. Hij draait wel, maar hij heeft geen inbreng. Je hoort hem dan ook niet echt blazen. Maar als je dan in één keer, zeg maar, ik noem maar wat, 100 rijdt in z'n 3, boven de 3000 toeren en je trapt het naar beneden, dan gaat hij meer de hoek in. En dan heeft hij echt, ja, er zit geen toerenbegrenzer op, dan gaat hij ook gewoon tot aan de 6000. Ja, vaak laat ik hem dan wel los en dan schakel ik nog een keer, maar dan gaat hij gewoon. En ergens mechanisch houdt het dan een keer op. Ja, dat is wel heel lekker. En je ziet het er niet aan af, dat hoeft ook niet. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er nu gewoon lekker mee cruise. En het is soms wel even lekker om dan even een sprintje te maken, zeg maar, van 100 naar 160. En dan is het ook weer goed geweest. Dan is de lol, ja, dan heb je toch wel even je momentje gehad, zeg maar. Nee, ik heb toen getwijfeld om het te verkopen, dat doe ik niet, nee. Ja, en als ze zeggen, alles is te koop, maar nee, ik denk er niet over na nu. Ik kan er prima staan, zo. Nog eerder verhuizen als ik geen plek heb, dan verkopen, denk ik. Toen ik hem kocht en nu, het moment dat ik hem nu klaar heb, daar is heel veel gebeurd. Je hebt mensen leren kennen, je bent dus ergens geweest voor onderdelen. Er gaat een keer wat mis en het hele verhaal eromheen. Dat is gewoon een heel leven op zich eigenlijk. Gewoon. En dan heb je straks een auto klaar, maar ook een heel verhaal te vertellen van hoe die auto tot stand gekomen is. Waar je allemaal niet geweest bent, wat,
welke mensen je hebt leren kennen. Dat is gewoon, ja, dat vind ik het leuke eraan.